Kelfam, maar... Het is dag 144. Ik begin er nu pas achter te komen dat paprika's verdacht wel lijken op keukenrollen. Mijn leven is leuk! What's good, Kelfam? Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Kelvin, a.k.a. Calvin, a.k.a. Messi as fuck, a.k.a. Doe eens gek, je bent al normaal genoeg, a.k.a. van niks naar kliks, www.calvin.nl, koop een boekie, hey, what's good? I'm doing this for the money. Money is just the dumbass factor in life, you know? I wrote this book because I need to inspire people. There's a lot of... Proof! Er staan wel degelijk woorden. En als je het boek van niks naar kliks bestelt op mijn website www.calvin.nl, maak je niet alleen kans op een prachtige reis rond de wereld met mij, maar maak je ook nog een kans op het geweldige geldbedrag van, jawel, 0 euro! Ik zou het doen. Ik zou gewoon nu kopen. Gewoon als een motherfucker. Niet alleen ik vertel het geheim over hoe je een grote YouTuber wordt en hoe je optimaal in het leven staat door gewoon lekker gek te doen. Maar ook andere YouTubers en leuke, mooie, prachtige mensen doen dat. Waaronder bijvoorbeeld Monica Geus of Femke Louise of... Giel was stuk te ver. Iedereen, al die mensen. Everybody. Gekkenwerk is helaas afgelopen. Nee! Vertel eens even iets wat we niet weten, Kelvin. De gekke wijze, ik heb al 2 weken afgelopen. Oké, is goed. Nee, ik bedoel, zoveel mensen komen op straat naar mij toe en die zeggen... Hé, wanneer ga je weer met gekkenwerk beginnen? Ga je een nieuw seizoen maken? Bla, bla, bla. Ja, ik ben ermee bezig, oké. Verwacht het niet binnen nu en een dag, want dat gaat niet lukken. Maar I'm working on it. Trust me. You can trust me, Kelvin. Mocht je nog geen onderdeel zijn van de Kelvin, doe het dan sowieso door je eventjes te abonneren op het kanaal. Yes. Dus, lang verhaal kort, join de Kelvin, abonneer mijn kanaal, volg me op Instagram. Over Instagram gesproken, ik ga even een Instagram plaatsen waarin ik vraag om leuke opdrachten. Ik heb zin om gekke dingen te doen in het openbaar, dus stuur me eens een ongemakkelijke opdracht. Zoals doe een kuna of een handstand op met een vreemde of zo. Yeah. Om jullie de nodige interessante content te kunnen verschaffen en de daarbij behorende interessante comedy... Ga ik even naar buiten? Ja. Oké. Okay. I'm taking this chair with me. I don't care. Dit is niet gekkenwerk, maar dit is een soort van budget variant van gekkenwerk die niet zoveel geld en niet zoveel tijd kost, maar wel redelijk grappig is, want ja, ik ben hilarisch comedy! Ik ben eigenlijk niet zo heel grappig, het enige wat grappig aan mij is dat de editor weet hoe hij mij grappig moet laten lijken, maar ik ben eigenlijk helemaal niet grappig. Fuck man, wat is mijn leven? Ik ga jullie opdrachten uitvoeren in het openbaar. Ik vind het niet leuk, ik ben een beetje zenuwachtig en ik zweet nog steeds en ik stink naar kak. Eet een paprika in het openbaar, maar iedere keer dat je een hap neemt moet je schreeuwen. Ga aan iemand toe en zeg dat je verliefd bent op een koe. Yo, ik ben verliefd. Ik ben verliefd, man. Op wie? Ik ben verliefd op een. Op een koe. What? Comedy. Zing je eigen liedje op een drukke plek. Kleine jongen van het platteland. Ik had geen money op de moneybank. Werkte altijd hard en had het druk. Nu heb ik Noah van het is gelukt. Mama, papa, ik ben rijk. Ik ben nu al... Spring bij iemand op de rug. Leen aan mij je tandenborstel. Doe een dab in de tweede kamer. Hallo, welkom in kamer 1. Ruik aan iemands haar. Hey. Paprika tegen iemands hoofd. Oké, dat is goed. Doe de kisscam. Schreeuw keihard. Join the Kelvin! Doe de worm op een drukke plaats. Doe Otje na. Miauw, 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 miauw.
Zingen in het openbaar, please do it. Met allemaal microfoontjes. Oké, okay, is goed. Kon ik maar even bij je zijn. Ik moet nog zoveel aan je vragen. En ren dan weg. I don't get it. I don't understand. This is not even a challenge, motherfuckers. Ga in een drukke winkel staan en roep heel hard kaas. Kaas. Eet pindakaas. Pinda? Kaas. Comedy. Maak anders random een musically. Kelfam, oh yo, het is eindelijk zover. Ik ben nog maar 21, maar de dag is eindelijk hier. 1 miljoen! Ik wil zo graag met mensen musicals opnemen, maar ze weten niet dat ik besta. Ik besta, oké. Ik besta. Comedy. Vraag of iemand je in de sloot wil duwen. Zou je mij in de sloot willen gooien? Nee. Het antwoord is nee. Waarom zou ik dat doen? Het antwoord is mijn hele leven al mee geweest. Doe in het openbaar alsof je een balletdanseres bent. Oké, okay, is goed. Ga voor 10 minuten op de grond liggen als een fucking plank. What's good? Doe net alsof je graffiti op iemands muur schuift. Spuit. Vraag of iemand je tanden wil poetsen. Hi. Hi. Wil je mijn tanden poetsen? Ja. Dankjewel! Lach een boom uit. Tik iemands knie aan. Zorg dat je binnen 24 uur 10 landen bezoekt, oké? Okay? Oké, Kelfam, we gaan 10 landen binnen 24 uur proberen te bezoeken. Ik weet niet of het gaat lukken, het wordt spannend, maar let's... Het is niet gelukt. Het is mislukt. Ik heb al een hele nacht doorgereden, maar het is gewoon... Ik heb het net niet gehaald binnen 24 uur. Ik ben echt bij de grens van Slowakije en tsunami. Land. Ik heb gefaald! Gekke week is voorbij! Alles wat je zegt, schreeuwen! Ik heb daar lekker zin in, hamburger van de Mac! Tante, mooi vogel aan de lucht! Tante, mooi kattendoek aan! Voor mijn sexy als ik dans! Nina, ik ben gewoon op tijd thuis! Kijk over jou! Dag meneer! Heeft een mooie dag! Ik heb een hele mooie dag hoor! Hier ben ik laatst nog geweest! Kunt u slaan me even snel? Doe weer de worm! Ga op de grond zitten en roep... Ik ben Jasper! Fuck! Ga vals zingen. Ik word papa. 5 luifers, goe gaga. Babykamer van mama. Ik word papa. 5 luifers, goe gaga. Nina wordt die mama. Babykamer van mama. Ik word... Comedy. Een salto. Oké, jongens en meisjes, tijd voor een salto. 3, 2, 1. Oh! Oh my god! Oh. Ga swishen. Alright, motherfuckers. Doe de drank- en drugsclip na.
alsof je echt heel nodig moet kakken. Moet je kakken? Nee, hoezo moet jij kakken? Moet echt... Maak een tekening en geef hem aan een random persoon. Meneer, ik heb een tekening gemaakt voor u, alstublieft. Dankjewel, man. Eerste reactie? Nou, het ziet er goed uit. Vindt u het mooi? Ik vind hem heel mooi. Vindt u het mooi? Heel mooi. Het is een portret van u. Oh, nou dat zag ik er nou nog net niet in. Oké, sorry. Ik vind hem wel een beetje op jou lijken eigenlijk. Oh, oké, rooster of Calvijn, nee. Probeer zo dicht mogelijk bij iemand te staan. Laat hieronder alsjeblieft weten of je deze soort video's leuk vindt, want ze zijn natuurlijk een beetje anders dan normaal. Doe eens gek, je bent er normaal genoeg. En koop mijn boek. Fucking zelfpromo de hele tijd. I don't give a shit, Calvijn.nl. Ah.